Hallo Leeuwarden, ik ben Sarah en ik ben 12 jaar en ik zit op de OBSE-stroom. Wethouders worden door de raad benoemd. De raad zijn de collega's van de wethouder. Als een van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd, verliest hij zijn raadlidmaatschap, want een wethouder moet ook neutraal zijn. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied over portefeuille, zoals onderwijs, sport en cultuur. De wethouder zorgt dat alles goed en eerlijk loopt binnen zijn of haar taakgebied. De wethouder krijgt afhankelijk van de grootte van de gemeente en een salaris. Hoe groter een gemeente, hoe meer een wethouder verdient. Tussen de raad en wethouder geldt de vertrouwensregels. Verliest de wethouder het vertrouwen, dan moet hij aftreden. Goedemorgen mevrouw Koster, kunt u zich even voorstellen? Mijn naam is Thea Koster, ik ben wethouder jeugd en onderwijs in Leeuwarden. En ik ben vandaag op deze peuterspeelzaal te gast in het kader van het Nationale Voorleesontbijt. Heeft u eerder meegedaan aan een voorleesontbijt? Ik heb nog niet eerder voorgelezen voor de kinderen. Ik heb wel vaak voorgelezen aan kinderen, maar dan vaak 1 of 2. En in ieder geval niet 16 tegelijk in een klaslokaal, maar wel heel erg leuk om een keer te doen. Wat vindt u van zo'n landelijke voorleesactie? De Nationale Voorleesweek is voor kinderen heel bijzonder en ook belangrijk, omdat ze daarmee in aanraking komen met lezen. En het blijkt dat als kinderen veel voorgelezen worden op jonge leeftijd, dat ouders ook vaak wel doen en ook de peuterspeelzalen en het onderwijs veel doen, dat kinderen op latere leeftijd zelf veel gaan lezen. En dat is ontzettend belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de creativiteit van een kind als ze voorgelezen worden om zelf na te denken over het verhaal, dingen bij te bedenken. En al met al bleek ook vandaag wel, ze vinden het prachtig. Dus voorlezen is gewoon hartstikke belangrijk voor kinderen. En in die Nationale Voorleesweek vragen we daar ook expliciet aandacht voor. Hartelijk dank voor de informatie. Ik zie dat de kleuters op u wachten. Veel plezier. Zal ik op die grote gaan zitten? Ja, nou, dan ga ik op de stoel van de juf zitten. Ja. Jullie zijn wel eens vaker aan het lezen, denk ik, of niet? Ja. Maar vanochtend kom ik bij jullie lezen. We dachten dat het wel eens leuk. Komt er ook eens iemand anders dan de juf? En vandaag worden op heel veel scholen en op heel veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt er voorgelezen door iemand anders die het leuk vindt om voor te lezen. Ja. En het leek mij wel leuk om bij jullie voor te lezen. Ja. En ik heet Thea. Weten jullie dat ook even? Dus als je wat wil vragen, dan mag dat altijd. Maar ik hoop ook je vertellen in de winkel. Heb ik je vertellen in de winkel gezien? Ja. Echt waar? Wat leuk. Ja. En ik lees vandaag voor. Uit Kleine Muis zoekt een huis. Ja. Vinden jullie het leuk? Ja. Ja? Zal ik nou beginnen dan? Ja. Nou, gaan we doen. Er staan wel een beetje wat mensen omheen. Hè? Die maken wel eens even een fotootje of zo, maar daar trekken we ons niks van aan. Ja. Vinden jullie wel? We gaan gewoon lekker in het boekje lezen. Kleine Muis zoekt een huis. Nou, het gaat over een muis. Dat zegt het al, hè? Kleine Muis zoekt een huis. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Op een dag kroop Kleine Muis uit haar holletje en zag een grote appel liggen. Wat lekker, zei Kleine Muis. Die appel neem ik mee naar mijn holletje. Kijk, een hele grote appel. En volgens mij wel een heel klein holletje. Zien jullie dat? Zou daar een appel doorheen passen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het ook niet. Zeven horen. Ze trok en trok, maar het lukte niet. De appel ging niet door het gaatje. Mijn huis is te klein, zei Kleine Muis. Ik moet op zoek naar een groter huis. En zo ging ze op weg. Kijk, ze heeft een touwtje aan de appel gebonden. Zien jullie dat? Maar die past er niet in. Nee, dus ze gaat heel hard trekken, maar het gaatje is kleiner dan de grote appel. Dus hij wil niet in haar huis. De appel is groter. Ja. Ja, maar die past er, als de appel kleiner is, past die er wel in. Of ze moet een groter huisje. Zullen we eens even horen wat ze gaat doen? Of hij moet een stukje. Of hij moet een stukje. Waar zit dat heel grote gat? Ja, zal ik eens even lezen wat er staat? Ze kennen het boek. Hé, van dat zoeken krijg je honger, zei Kleine Muis. En ze nam een paar hapjes van de zoetige appel. Toen zag ze een holletje dat net iets groter was dan haar eigen holletje.
Ze gluurde naar binnen en zei, dit huis lijkt me precies groot genoeg. Kijk, ze gluurt hier naar binnen. Ja. En daar zat een mol. Ja, daar zit een mol. Zeg even horen, hallo mol, zei kleine muis. Ik ben op zoek naar een groter huis. Waar is de grote beer? Die komt straks nog, denk ik. Voor mij en mijn appel. Kan ik bij jou komen wonen? Nee, zei de bol. Mijn huis ligt vol. Er is niet genoeg plaats voor jou en mijn boeker en jouw appel. Dan zoek ik weer verder, zei kleine muis. Dus er is geen plaats bij de mol, jongens. Kijk, daar zit een heel grote gat. Daar zit een heel groot gat. Ja, nou, daar zit een heel groot gat. Daar past de appel denk ik wel in. Nou, zullen we eens even horen of dat past. Ja, na al dat lopen had kleine muis weer zin om iets te eten. Ik neem nog een hapje van de appel, zei ze tegen zichzelf. Toen zag ze een holletje dat net iets groter was dan het holletje van de mol. Ze gluurde naar binnen en zei, dit huis lijkt me precies groot genoeg. Nou, het is een stuk groter, hè? Ja, mag ik het kijken? Kijk, dit is het gat. Ja, dat zie ik als er denk ik wel in. Ja, nou, zullen we eens even kijken of het erdoor past. Even zien, hè? Ja. Hallo konijn, zei kleine muis. Ik ben op zoek naar een groter huis. Voor mij en mijn appel. Ik wil zien. Kan ik bij jou komen wonen? Nee, zei konijn. Mijn huis ligt helemaal vol met slablaadjes. Er is niet genoeg plaats voor jou en mij. Mijn slablaadjes en jouw appel? Dan zoek ik wel verder, zei kleine muis. Ja. Kijk, dit is meneer konijn met zijn slablaadjes. Ja, er is niet meer plek. Geen plek meer, nee, ook niet. Nou, het is toch wel wat sneu voor de kleine muis. Ja, maar is dat niet leuk? Dat is niet. Kleine muis liep verder en al gauw rammelde ze van de honger. Ze nam weer een paar hapjes van de appel. Toen zag ze een holletje dat net iets groter was dan het holletje van konijn. Ze gluurde naar binnen en zei, dit huis lijkt me precies groot genoeg. Dat zijn veel huizen. Ja, kijk weer. Een grote gat. Hele grote. Hele grote. Ja. Das, zei kleine muis. Ik ben op zoek naar een grote huis voor mij en mijn appel. Kan ik bij jou komen wonen? Nee, zei de das. Ik lig de hele dag lang uit op mijn kussens. Er is niet genoeg plaats voor jou en mij. Mijn kussens en jouw appel. En trouwens, ik snurk. Dan zoek ik verder, zei kleine muis. Die moe werd, maar nu ook echt honger kreeg. Hebben jullie wel eens een das gezien, hoe die eruit ziet? Nee, ik heb die nog niet. Een das heeft een hele lange snuit. Ja. Zien jullie? Ja. Hij is zwart met grijs en heeft zo'n hele lange snuit, een das. Ja. Onderweg nam kleine muis nog een paar hapjes van de appel. Straks is de appel op en heeft ze ook geen huis meer nodig. En toen ze opkeek, zag ze een heel groot hol. Dat lijkt me zeker groot genoeg voor mij en mijn appel, dacht ze. En riep heel hard, is daar iemand? Dit is echt een heel groot huis. Hallo kleine muis, gromde een enorme beer. Is dat de grote beer? Ik laat hem zo even zien aan iedereen. Kom je bij mij wonen? Nee, dank je, piepte kleine muis. Ik denk dat jouw hol te klein is voor mij en mijn grote appel. En weg was ze. Ze durfde niet bij die hele grote beer te wonen. Moet jullie eens kijken hoe groot de beer. Ja, kijk. Hij was er een beetje bang voor. Ja, die gromt heel hard, die beer. Die is wel heel groot als je zo'n kleine muis bent. Poes hij daar niet binnen? Ja, kleine muis was moe van al dat lopen. Maar gelukkig was de appel niet meer zo zwaar. Toen zag ze opeens weer een holletje. Dat lijkt me precies goed. Wie zou er wonen? Ze gluurde naar binnen. Er was niemand te zien. Kleine muis kroop naar binnen en trok haar appel mee. Het paste precies. Dit holletje is precies groot genoeg voor mij en mijn appel, zei ze tevreden. Kleine muis klom in haar eigen bedje en viel meteen in slaap. Kijk eens even. Dus dan is dit het huisje van kleine muis geworden. Ja! Dat is mooi. Met een gaatje waar de appel net doorheen paste. Ja. En er woonde niemand. Oh, hier, pa. Dat is dat gaat. Ja, kijk, de appel ligt naast het bed van kleine muis. Hallo mensen in Leeuwarden. Mijn naam is Jordan en welkom bij Junior Journaal. Dit is mijn collega Joop. Ik ben 11 jaar en ik zit ook op de Prins Constantijn Hall in het Vrijheidswijk. Nu gaan we iets vertellen over de drempeltest. De drempeltest geeft voor leerlingen in groep 7 en 8...
Een advies voor het voortgezet onderwijs. Het voornaamste doel van de DREM-test is het geven van een schooladvies voor het voorgezet onderwijs. De DREM-test richt zich op aanleg van de leerling en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op schoolprestaties en de ervaringen van de docent met de leerling. Omdat de DREM-test zich richt op aanleg in de test, is de test geschikt om over- of onderpresteren dus te onderscheiden. De DREM-test meet de aanleg van de leerlingen op 8 gebieden en 4 sociaal-emotionele vaardigheden. De resultaten worden weergegeven op een schaal die loopt van schooladvies pro tot VWO. Daarnaast wordt voor de totaalscoren ook de CITO-indeling A tot en met E gehanteerd. Ook kunnen de intelligente scores van de leerlingen bepaald worden. Dit was de achtergrondinformatie en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hallo, ik ben Ahmed en wij houden achtergrondinformatie over Nintendo Industrie. Hallo, ik ben Mohammed. Hallo, ik ben Danielle en ik ben 13 jaar. De geschiedenis. De Nintendo Industrie ligt in Kyoto, Japan, gemaakt door Fujirio Yamauchi. Nintendo begon als fabrikant van handgemaakte Hanafuda kaarten. In de tweede helft van de 20e eeuw begon het bedrijf met andere producten te experimenteren, waaronder speelgoed. Via speelgoed kwamen ze bij de videogames. In de jaren 70 van de vorige eeuw, toen waren ze bezig met speelapparaten. 10 jaar later waren de eerste draagbare videogame, genaamd Nintendo Game & Watch, waar de hoofdpersonages Mario, of vroeger genoemd Jumpman en Donkey Kong. Een jaar later bouwde Nintendo van Mario en Donkey Kong een speelhalapparaat. 2 jaar later, in 1983, bracht Nintendo haar eerste tv-spelcomputer, genaamd de Famicom, en er waren liefst 500.000 van verkocht. In 2 landen en in 2 maanden voor Nintendo was het een groot succes. Dat kwam meer omdat de spellen niet duur waren en ze waren geavanceerd dan die van de concurrenten. Nu komt er een nieuwe DS, genaamd de Nintendo 3DS, waar je 3D spellen kunt spelen en films kunt bekijken. En deze DS heeft een derde camera. Hij zal begin 2011 worden verkocht in Europa of later. Dat was het, de achtergrondinformatie van de Nintendo's Industries. We hopen dat jullie volgende keer ook hebben.